Welkom allemaal weer bij een tip van Gerard. Ik heb een vraag binnengekregen van mevrouw Van Kouwen. Waarvoor bedankt. En mevrouw Van Kouwen heeft mij gevraagd, hoe zit dat nou met een lampje vervangen van mijn auto? Kan ik dat nou nog zelf of moet ik daarvoor bij jullie langskomen? Het is zo dat vroeg of laat zijn we allemaal een keer aan de beurt. Dan gaat er een keer een lampje kapot van de auto. Maar hoe zit dat nou? Nou, we staan hier bij een auto waarbij ik het u wil laten zien hoe dat nou werkt. En als u een beetje handig bent, dan kunt u prima het lampje zelf vervangen. Aan de achterkant van de koplampunit zit altijd een afdekdop. En die afdekdop zorgt ervoor dat er geen vuil en water in de koplamp komt. Daarna halen we de stekker van het lampje af. En wordt het lampje eruit gehaald door de veer waar die meestal mee vast zit los te halen. Daarna het lampje vervangen. Pas op, het lampje mag u niet met de vingers aanraken. En waarom is dat nou? De vettigheid en het vuil van uw vingers op het glas van het lampje zorgen ervoor dat ze sneller doorbranden. Dus dan moet u het hele feest heel snel weer overnieuw doen. Dus het nieuwe lampje vasthouden bij het metaal. Alles weer terugplaatsen. Het veertje weer vast. Stekker erop en als laatste de afdekdop weer terugplaatsen. Niet vergeten, want anders staat de koplamp vol met water. Daarna motorkap weer sluiten en klaar. U mag bij ons altijd zonder afspraak langs rijden. Dan zet ik het lampje er voor u in. Absoluut geen probleem. Maar zeg u van nou, ik vind het toch wel belangrijk om het zelf te kunnen. Want het is nog steeds strafbaar in Nederland om rond te rijden met kapotte verlichting. En ik heb net nog even gekeken, die bekeuring is gewoon 90 euro. Nou, wat dan veel goedkoper is, is een lampsetje. En een lampset is er al vanaf 14,95 voor uw Opel. Wat wel belangrijk is, is dat de juiste lampset wordt gekocht voor de juiste Opel. Er zitten namelijk verschillende soorten lampjes in de auto. Dus een lampsetje dat u koopt in de supermarkt wil niet automatisch zeggen dat die past in uw auto. Dus wij adviseren u daar graag in. Heeft u nou nog een vraag voor de volgende keer? Mail dan naar het welbekende mailadres en dan zie ik u de volgende keer graag weer terug. Dank u wel en tot ziens.